Vandaag is Wereldhypertensiedag. Om de bewustwording onder de Surinaamse samenleving met betrekking tot hypertensie te verhogen, is het Langewa Anu Giwamoro Gesontu Saranang onderzoek gepleegd. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 1 op de 5 personen aan hypertensie leidt. De helft van deze personen weet niet dat zij de aandoening hebben, omdat zij niet regelmatig hun bloeddruk laten meten. Hypertensie is ook een risicofactor voor beroerten en hart- en vaatziekten en daarmee een van de grootste risicofactoren voor wereldwijde sterfte. Diverse medische centra hebben vandaag mensen in de gelegenheid gesteld om hun bloeddruk gratis te laten meten.